Hoi, wat goed dat je er bent. We gaan verhaalsommen maken. Heb je een wisbordje bij de hand? Daar mag je zo je antwoord op schrijven. We gaan beginnen met de eerste vraag. Dit is Nordin. Nordin is zes jaar oud. Hij is vier jaar ouder dan zijn zusje. Hoe oud is zijn zusje? Dus Nordin is zes jaar oud. Hij is vier jaar ouder dan zijn zusje. Hoe oud is zijn zusje? Het goede antwoord is twee jaar. De som is zes, want dat is de leeftijd van Nordin. Er af vier. Want zijn zusje is vier jaar jonger. Is twee. Zes eraf vier is twee. We gaan door naar de volgende vraag. Daniel en Ruben mogen allebei iets uitkiezen in de speelgoedwinkel. Daniel kiest een potje slijm van drie euro. Ruben kiest een kubus uit van vier euro. Hoeveel moeten ze betalen? Het goede antwoord is 7. Daar kunnen we een som bij maken. De som is dan 3, dat is de prijs van het slijm. Erbij 4, de kubus kost 4 euro, is 7. 3, erbij 4 is 7. We gaan door naar de volgende vraag. Lara en Billy mogen twaalf keer ze eerlijk verdelen. Hoeveel krijgt ieder? Het goede antwoord is zes. We gaan de kersen eerlijk verdelen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je ziet dat Lara er 6 heeft en Billy heeft er ook 6. Denk maar aan de tweelinggetallen: 12 is 6 plus 6. We gaan door naar de volgende vraag. Rivano geeft op moederdag een bos bloemen en een tijdschrift aan zijn moeder. Hoeveel moet hij betalen? De bloemen kosten 7 euro en de tijdschrift kost 5 euro. Hoeveel moet Rivano betalen? Het goede antwoord is 12 euro. Daar kunnen we weer een som bij maken. De som is dan 7. Erbij 5 is 12. 7 euro is de prijs van de bloemen, 5 euro is de prijs van het tijdschrift. Samen is dat 12. Mara woont aan de oneven kant op nummer 9. Haar vriendin Naomi woont in het huis met de witte deur. Op welk nummer woont Naomi? Denk eraan, ze wonen aan de oneven kant. Het goede antwoord is op nummer 13. Oneven getallen zijn bijvoorbeeld 1, 3, 5, 7 en 9. Mare woont op nummer 9. Het huis daarnaast is dan nummer 11. En het huis met de witte deur dat is dan nummer 13. We gaan door naar de volgende vraag. Nordin spaart voor een boek. Het boek kost 12 euro. Hij heeft al 7 euro. Hoeveel euro komt hij te kort? Hoeveel euro komt Nordin te kort? Hij heeft al 7 euro. En het boek kost 12 euro. Het goede antwoord is 5. De som wordt dan 7. Hij heeft al 7 euro. Erbij 5 is 12. We gaan door naar de volgende vraag. Daniel en Ruben hebben een spel gespeeld. Daniel heeft 6 punten. Ruben heeft er 3 meer. Hoeveel punten heeft Ruben? Dus Daniel heeft zes punten en Ruben heeft er drie meer. Het goede antwoord is negen. De som wordt dan zes, want Daniel heeft zes punten, erbij drie, want Ruben heeft er drie meer. Is samen 9. 6 er bij 3 is 9. We gaan door naar de volgende vraag. Je bent aan het joelen. Je schuift 2 schijven in de 3 en 1 schijf in de 4. Hoeveel punten heb je? Dus 2 schijven in de 3 en 1 schijf in de 4. Hoeveel punten heb je? Het goede antwoord is 10. De som wordt dan 3 punten. Erbij 3 punten is samen 6 punten. Erbij 4 is 10. 6. Erbij 4 is 10. We gaan door naar de volgende vraag. Mama koopt in de supermarkt een brood, een tros bananen en een net uien. Het brood kost 2 euro, de bananen kosten ook 2 euro en de uien kosten 3 euro. Hoeveel moet mama betalen? Het goede antwoord is 7 euro. Daar kunnen we weer een som bij maken. De som is dan 2 erbij 2 is samen. 4 erbij 3 is 7. 4 erbij 3 is 7. Parkeren kost 3 euro per uur. Hoeveel moet je betalen voor 2 uur parkeren? Dus parkeren kost 3 euro per uur. Hoeveel moet je betalen voor 2 uur parkeren? Het goede antwoord is 6 euro. De som is dan 3 erbij 3 is 6. We gaan naar de laatste vraag. Hoera, Quincy is 2 geworden. Hoe oud is hij over 5 jaar? Quincy is 2 geworden. Hoe oud is hij over 5 jaar? Het goede antwoord is 7 jaar. De som is dan 2, erbij 5 is 7. Quincy is nu 2, over 5 jaar is hij 7. Dat was het. Goed gedaan! Dag!